Welkom bij aflevering 8 van seizoen 2 in de carrière van FC Icy. En in deze aflevering gaan wij met het Nederlands elftal op pad. Eerst in eigen huis met België die op bezoek komt en daarna op pad naar Noord-Ierland. Over een uitstapje gesproken, niet al te ver gelukkig. Dus dat geldt weer voor de jongens die daarna weer in de Eredivisie moeten spelen. Waar heb ik het nou eigenlijk over? Het maakt helemaal niet uit. Dit is de opstelling met wie we gaan spelen. Wordt nog even een beetje aangepast. Versneld natuurlijk, want dit is al eerder afgespeeld zoals jullie weten. En persoonlijk vind ik Nigel de Jong wel een aardige speler. Maar ik weet niet of jullie de vorige aflevering gezien hebben. Het is, met Nigel de Jong is het altijd een beetje... Ja, het is wel oké. Okay, maar ik ga dus altijd een beetje experimenteren op die positie. Verschillende spelers kijken hoe ze het doen. En dan achteraf ga ik kijken. Nou, heeft hij nou echt zijn stempel gedrukt? Of vind ik dat het... Dat het allemaal niet zo speciaal is. En dan ga ik met een andere speler spelen. Als het verdedigend nodig is, ga ik graag met hem. Aanvallend ga ik bijvoorbeeld meer met een Wijnaldum. En dan druk ik die een klein beetje naar voren op het middenveld. Hier een aantal van de rugnummers. En geloof me maar, ik heb gewoon een beetje gekeken naar, weet je wel, naar Depay. Van Persie, Promes, dat soort dingen. Wat zou logisch zijn ongeveer. En niet helemaal specifiek, maar ik weet bijvoorbeeld dat Depay gewoon nummer 7 is geworden. Van de Wiel is nummer 2. En volgens mij is het een paar... Sneijder staat nu op 7. Nou ja, dat maakt niet uit. Voor de volgende keer passen we het gewoon allemaal goed aan. Graag zou ik jullie suggesties willen hebben. Geef me zelfs als je wil een lijstje van 11 mag zelfs. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Ik weet dat jullie het leuk vinden. Dat ik de reacties bekijk en ook vaak antwoord. Want ik vind dat het feit dat jullie mijn video's kijken al dankbaar genoeg. Dus vandaar. Maar los van het gezwijmel over mijn dankbaarheid, zie jij hier de Nederlandse opstelling. Cillessen gaat beginnen, Van de Wilde vrij, Martens, Indië en Willems achterin. Dat is eigenlijk wel de beste die we kunnen hebben. Stroopman en Blind, allebei in de grote competitie. En natuurlijk de 4 voorop, Sneijder nummer 10. En Depay en natuurlijk Van Persie in de voorhoede. En Robben, ja, Robben kan je natuurlijk niet missen. Dit is België, fantastisch elftal. Witsel, Dembele, Benteke, Kompany, echt, oh, nou... Ik ga tenminste zeker juichen voor het Belgisch elftal op het EK dit jaar, over een paar maanden. Laat me weten wat jullie gaan doen. Ik zal er waarschijnlijk wel meer van horen in de komende maanden. Als we in de buurt komen van het EK. Maar dit is de allereerste aanval van België in de 16e minuut. Is het Mounir en die vindt bijna Broent. En die, ja, die kopt gewoon links van Cillessen en die baalt ervan. Nummer 14, Jon Cruijff. Hey. En daar gaat Bruno nog een keer, de nummer 14. Bruno die speelt even 2-3 man uit, vindt heel veel ruimte en dit is dan Nainggolan. En in plaats van dat hij hem afgeeft aan Benteke is dat jammer genoeg de 0-1 in ons nadeel. Maar dat krijg je ervan als je tegen de legendarische België speelt. Dan weet je gewoon dat ze het enorm, enorm strak gaan doen. En dat het een hele moeilijke wedstrijd wordt. Dus een negatief begin van de eerste helft in ongeveer de 20e minuut. En jammer genoeg, ik had hem afgegeven als België was geweest naar Benteke, maar hij deed het hier fantastisch, de nummer 7 van België. Dat was alweer het doelpunt alweer, kort na rust. En je kan hier zien dat we Sven van Beker in hebben gebracht voor Martens Indy, want ik wil toch een beetje blijven roleren. En Martens Indy had echt een 4 gemiddeld of zo. Dit is een bijna kopkans voor België en hier ligt hij heerlijk klaar voor Benteke, maar Cillessen met een fantastische redding. En echt verbazingwekkend hoe goed die hem er gewoon uithaalt. Elke keer weer de keepers op FIFA 16, die kunnen echt zieke reddingen maken. Hier een fantastisch assist op Depay. Past net niet. Oh, hij past wel. Hij rolt erin. Ja. Oh, wat een geluk. Hij rolt er echt maar net in. En Courtois, die denkt, wat is dit? Oh, per ongeluk heb ik hem Depay 8 gegeven. Maar dat maakt niet uit. Dat zei ik eerder al. Zullen we de volgende keer beter doen. Tjoe, kijk dit dan. Maar de keeper, die komt dus niet verder. Die bleef gewoon staan op het einde van de 16, omdat hij daar niet met zijn handen kon. Als ik hem was geweest, had ik gewoon een tackle gedaan. Kijk, hij blijft gewoon stilstaan. Het rolletje. En ze gaan kijken op een muil. En hier zie je Depay kijken. Gaat hij erin? Gaat hij erin? Gaat hij erin? Hij gaat even opstaan om te juichen. Dan gaat hij hoor. Yeah. Hij juicht over dat hij erin loopt. Dat is hem dan. 68e minuut. 8 minuten na het allereerste doelpunt. En Memphis, de doelpuntenmaker, die tikt hier even 2-3 man uit. Legt hem naar Van Persie. Blind. Klaar voor Wijnaldum met het schot. Boom. Damn. Die zit er lekker in. Mooi doelpunt van Georgino Wijnaldum. Een van mijn favoriete spelers op FIFA 16. De reden is dat hij zo... Hij kan goed verdedigen. Hij wordt niet snel moe. Hij kan goed aanvallen, schieten, koppen. Ik zou het echt een aanrader van maken voor jou. Ik weet niet, ja, voor jouw ultimate team misschien. Het is echt een hele goede jongen. Als je een Barclays Premier League team bouwt, dan zou ik zeggen, gebruik die Wijnaldum in jouw team. Courtois kan alleen maar kijken naar die bal. En hij plaatst hem heerlijk.
in de bovenhoek. Het is 2-1 en we zijn nu de leidinggevende in deze wedstrijd. Wij kunnen tegen België zeggen precies hoe het gaat gebeuren, want nu moet België meer ruimte gaan weggeven. En ik weet zeker dat ze volledig voor de winst gaan spelen. Vandaar dat ik ook mijn instellingen op counter had gezet vanaf dit moment. Dat zie je misschien in het beeld, maar dat is wel degelijk gebeurd. Maar meteen na de aftrap is het Pogoknolli met de assist bijna op een teken. Maar die kan weggehaald worden door Willems, Wijnaldum, Sneijder en dan is het Van Persie. En natuurlijk de meest gevaarlijke die we hebben, Robben. Maar die verliest de bal opnieuw. En dan is het opnieuw de counter van België met Miralles aan de basis. En die gaat nu zelf naar binnen kappen. En dan zie je hem, ja, waar moet hij heen, waar moet hij heen? Want we hebben bijna iedereen op onze eigen helft. En de assist die komt bijna aan, de spits daar. Het scheelt allemaal maar heel weinig, dus ik ga even een wissel doen. We gaan een verdedigende wissel doen met Wijnaldum, gaat op Kamp spelen en Nigel de Jong komt erin. Dus precies wat ik zei, Nigel de Jong gaan we gebruiken voor een verdedigende structuur. Vandaar dat hij er daarom ook in komt. Hier nog eens, ja, de assist was natuurlijk buitenspel, dus die assist is niet op het doelpunt uitgelopen. Van Persie dan in de 90ste minuut. Het is Blind met een lekkere assist. En Wijnaldum natuurlijk, waar ik het overal niet klaarleg. En het is Memphis die met buitenkant voet een weg zet. En daarna met binnenkant voet afmaakt. Dus het lijkt net alsof hij met zijn links gaat schieten eigenlijk. Maar rechts is waarmee dit eindigt. Goeie actie van Blind. Valt gelukkig. En Wijnaldum één keer aanraken. Kijk, hier denk je... Ik zou denken dat hij met zijn links gaat schieten. Maar hij doet het met zijn rechts. Oh... Lekker doelpuntje. En dat is dan 3-1. En dan zijn we gewoon 3-1 voor tegen België. Flinke prestatie. Helemaal als je bedenkt dat we eerst 0-1 achter stonden. En dan wordt eraf gefloten door de scheidsrechter. Wij staan bovenaan in de WK-kwalificatie. En zoals verwacht ziet het eruit dat we ook die kant op gaan. Dat zal natuurlijk een spektakel worden als we die ook echt kunnen meemaken. Dat is waarschijnlijk pas wel over een tijdje. Maar het wordt toch leuk. Applaus natuurlijk van de thuissupporters. En dat niet beter kunnen om tegen je wereldse rivaal, misschien naast Duitsland, maar België is toch wel een pittige rivaal. Dat we gedag kunnen zeggen tegen België die terug naar huis gaan met de 3-1. En natuurlijk Wijnaldum, mijn favoriete boy, met 1 assist en 1 doelpunt, heeft de man of the match gekregen. Maar ook Depay heeft een goede score gekregen. Dit is de opstelling die we gaan aanpassen voor de wedstrijd tegen Noord-Ierland. Uit, moet ik zeggen, erbij, zoals ik in het begin ook al zei. En Huntelaar. En de jongen gaan samen spelen. We gaan met twee spitsen spelen. En dan gaan we met Robben en Depay aan de buitenkanten. En twee aanvallende middenvelders in het midden. En ook zoals je kan zien, Boetner en Janmaat gaan op volledig overlapping spelen. Oftewel naar voren komende backs. Dus een erg aanvallende opstelling. Zonder dat we eigenlijk heel erg ver op het veld staan. Dus vooral, sommige functies zijn vrij neutraal. Qua de Ziyech, maar ik weet wel dat hij een aanvallende speler is. Dus die heb ik ook de instructies gegeven dat ze naar voren moeten. Het is wel leuk om mee te experimenteren. Je ziet echt een groot verschil met hoe je speelt tegen een verdedigend team zoals deze jongens. Die eigenlijk 4-2-3-1 spelen, maar twee verdedigende middenvelders, bijna zes verdedigers wel. En dan zie je bij ons alleen maar aanvallende middenvelders en aanvallers in het middenveld. Maar los van de tactiek is het een pittige wedstrijd. In de 20ste minuut is het... Ja, voor ons het eerste schot van Memphis en Kemp zit er goed bij. Wordt goed weggehaald door Hudson ook, de verdediger uit Noord-Ierland. En dan is het in de 90ste minuut, de tweede helft alweer, is het de kans voor het Nederlands elftal hier. Om met Huntelaar aan de basis een kans te creëren. Robben, kap naar binnen, geweldige beweging. Speelt vier man uit of zo. Heerlijk, een typische Robben goal. Komt van de rechterkant, komt naar binnen. En die laat sommige jongens die denken, moet ik nou blijven staan, moet ik nou meegaan. Dus je kan zien, hij heeft er twee bij zich, kapt ze alle twee uit, loopt langs een derde. Ja, dat kan ik zeggen, Robben, Arjen Robben, klasse, klasse, klasse. Dan is het 1-0 en gaat het daarbij blijven? Ja, ik weet het niet, we zullen het snel zien. Het is wel een pittige tegenstander Noord-Ierland, want het is een, het is een beetje een enorm verdedigend ingestelde team. Dus je moet blijven pushen. Je ziet gewoon zes verdedigers bijna erbij. En hier een enorm grote kans voor onze boy Huntelaar. En die kopt eigenlijk ja, fantastisch ingekopt. Maar de keeper zit er heel goed bij. Hij had nog wel iets meer naar links kunnen gaan. Misschien zat hij er dan in. 90ste minuut dan. Nog steeds 0-1. De Jong neemt hem per ongeluk mee. Bijna een kans. En zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk wel het einde van de wedstrijd is. Alhoewel er wordt slecht uitverdedigd. Die kan Van Persie er wel oppakken via Thompson. Zou je denken, kan het misschien nog gebeuren? Opnieuw Promes, die trouwens ook aardig ontwikkeld.
Maar dit gaat hem toch echt worden. We winnen 0-1 uit bij Noord-Ierland. En terwijl de keeper nog heen en weer schieten, wordt er dan echt afgefloten. En dan staan we alweer op 10 punten. Flinke prestatie. 1 keer gelijk gespeeld, voor de rest 3 keer gewonnen volgens mij nu. Dus al zeg ik het zelf, een goede prestatie van ons Nederlands elftal. Dan zit deze aflevering er eigenlijk al bijna weer op. Ik zou u graag willen vragen om inderdaad die rugnummertjes te geven. En laat me weten wat jullie vinden van de Nederlandse elftal afleveringen. Is dit iets wat jullie vaker willen zien? Een volledige aflevering voor Nederlands elftal. Misschien zelfs een volledige aflevering voor een belangrijke Champions League wedstrijd. Of vind je het wel mooi zoals het nu is? Let me know en dan zie ik je in de volgende aflevering. See ya!